We hebben hier twee keer getraind op de trainingsvelden van de eerste ploeg van Cerco Brugge. Voor mij was dat eigenlijk trainen waar ik alle dagen train. Het was eigenlijk zeer speciaal, ook omdat iedereen was echt positief verbaasd van de accommodatie die we hier hebben. De twee schitterende hybride velden die we hebben en de mooie fitness naast het veld. Dus ja, het was wel een raar gevoel om dan ook met andere jongens op die velden te trainen en met een andere trainer, maar het was wel speciaal. Zeker in het eerste geval al de wedstrijd tegen de Belofte spelen van je eigen ploeg is al een beetje bizar. En dan dat die wedstrijd in Tour gaat, moest er eigenlijk wat aangepast worden aan het schema. En dan trainen we eigenlijk twee keer en hebben we een onderlinge partij gespeeld. Het is toch wel raar om dat op de eigen velden te doen, maar ja, uiteindelijk het was al makkelijk, want je kent het en je weet dat het, wat dat er allemaal te verwachten valt. Dus.